Onder bloeiende bomen op het zachte mos lagen wij te dromen, de zon scheen erop los. Wij waren verliefd en we kusten elkaar. Wat ritselde daar, ik dacht niet dat het kon. Maar daar stond een haas en die zei: ja, mijn naam is Haas, ik weet van niks. Is hier wat gebeurd, Tom? Daar weet ik niks van. Van mij niets te vrezen, ik moest hier even wezen. Mijn naam is Haas en ik... Ja, jij hebt dat gehoord, hè? Mijn naam is Haas en ik weet nergens iets van. Ik weet zelfs nog niet hoe ik met mijn klompen moet lopen eigenlijk, want ik ben gewend om op lijstje mijn eigen voor te bewegen. De reden dat ik op klompen loop, is dat ik een tijdje terug, een aantal maanden geleden, dat er bij mij een koei op mijn voet heeft gestaan. En zeer doen, hè, mijn voet. Ik kon op een gegeven moment niet meer uit de voeten met mijn voet. Dus ik ben naar een dokter gegaan, met mijn voet. Ik zeg: dokter, je moet eens even kijken naar mijn voet. En de dokter kijkt naar mijn voet. En toen zegt hij: ik zie het al, een koevoet. Ik had een botje gebroken. Nou ben ik wel het een en ander gewend wat breken betreft om mensen, want ik kom uit een gebroken gezin. Van huis uit. En vroeger was bij ons in huis alles gebroken. De stoelpoten, het serviesgoed, de neus van zijn moeder. Mijn zuster heeft ook nog een hele tijd gelopen met een gebroken hart. Nou, dan heb ik ook nog een halfbroer en die heeft geen benen. Ook een probleem. En ik heb als kind jarenlang op de pot gezeten. Maar toen plassen, pissen werd, toen is het gezeik begonnen, hè. Toen heeft vader mij van de pot gerukt. Ja, de vader was een echte oude rukker, hè. Later heb ik de boerderij overgenomen met mijn broer. Ik doe nog steeds het boerenwerk. En mijn broer, die doet de administratie op de computer. En dat werkt toch wel makkelijk mee in de computer. Daar kun je echt alles op vinden, hè. Ik zei nog eens tegen mijn broer: wat zouden wij nou de afgelopen 3 weken eigenlijk verdiend hebben? Hij zei: dat zoek ik op. Dus hij tikt in www.wat zouden wij de afgelopen 3 weken nou eigenlijk verdiend hebben.nl. We konden gelijk zien waar we die afgelopen 3 weken eigenlijk verdiend hadden, hè. Maar mijn broer, die vergaat heel vaak het wachtwoord. En iedere keer als hij het wachtwoord verkeerd invoerde, kwam er in beeld: uw wachtwoord is niet juist. Dus dan heeft hij op een gegeven moment het wachtwoord veranderd in niet juist. Als hij dat nou de aantal weer eens een keer vergeten was, dan kwam er vanzelf in beeld: uw wachtwoord is niet juist. Dus als je nou invult niet juist, is goed. Even drinken, mensen, want ik heb het in mijn strot. Toen ik nog vrijgezel was, was ik dus op het trouwfeest van mijn neef Bertje. En mijn neef Bertje, die is mager, he. Die is zo mager. Die kan tussen zijn ribben doorschijten. Zo mager. Toen kwam er staat de show naar mij toe. En toen zegt ze: hé, wanneer is het nou eindelijk jouw beurt eens een keer? Je ziet dat de mensen dat leuk vinden, hè? Daar hebben ze plezier aan. 2 weken later, toen waren we nog op een begrafenis van oom Toon, de man van Tante Show. Ik ga naar Tante Show toe en ik zeg: hè?
wanneer is nou eindelijk jouw beurt eens in de kerk? Je ziet dat de mensen er al plezier aan hebben, hè? Ze zei, als ik met jou getrouwd was geweest, hè, dan had ik al lang geen nieuwe koffie gedaan. Ik zeg, en als ik met jou getrouwd was geweest, dan had ik hem nog opgezopen ook. Onze opa, die was ook op de uitvaart. En die was oud, jongen, onze opa. Die heeft zelfs een keer een aanmaning gehad van de Dela. Onze opa, die wou 100 jaar worden, hè. Toen is hij maar met zijn 98 jaar uitgestapt. Ja, onze oma Toon, die is eigenlijk veel te vroeg begraven, hè. Het was 's morgens om 8 uur. Komen wij naar die plechtigheid buiten en dan zie ik daar een vent allemaal as uitstrooien. Hè. Ik raak daar zo mee aan de praat. Hij zei, ja, dat werk doe ik alleen maar zomers hoor. Ik zeg, en 's winters dan? Hij zei, daar zit ik op een strooiwagen. Ja, staat die show, die stond er toen alleen voor, hè. En op een dag stond ze voor de deur. Ze zei, mag ik hier niet blijven? Ik zeg, ga wel. En toen deed ik de deur gelijk dicht. 5 dagen na de raad stond ze er nog. Ja, en dan staat de show, die is dik. Die is echt dik, hè. Ik was er nog eens een keer op visite. En ze zat heel breed. Ja, en ik kijk daar zo tussen die knieën door, hè. Ik zeg, staat de show. Als jij nou een onderbroek aan hebt, dan kijk ik nou tegen de vulling van de bank aan. Ja, zei ze, onze Toon die vond dat ik jammerposten had. Jammerposten. Ik zeg, jammerposten, wat is dat nou alweer? Ze zei, ja, alles wat je niet kon pakken, vond je jammer. En op een gegeven moment kreeg ik verkering in ons bed. Ons bed had een advertentie in de krant gezet. En daar stond in, stevige boerenvrouw zoekt pinteren boerenman die in bezit is van tractor. Graag schriftelijk reageren en gelieve foto bij te sluiten van tractor. Toen de buurman ons bed zag, toen zegt hij tegen mij, het was zeker mistig toen je daar tegen haar gelopen bent. Ja, die buurman, dat was een akelijke vent, dat ik 20 jaar een veten mee had. Maar op een gegeven moment, op een dag, zeg ik tegen een tante show, nou tante show, de veten is voorbij ook mee, mijn buurman, wij hebben geen ruzie meer. Ze zegt, oeh, is het de strijdpijl te graven? Ik zeg, nee, de buurman. In ieder geval, ik vroeg aan ons bed, toen ik ze voor het eerst zag, en wilde jij verkering met mij hebben? Ze zei, witte niks Peters. Ik zeg, jawel, maar die wil niet. En ik heb in ons bed ook altijd heel veel gewandeld, hè. Ja, en dan bleven wij altijd op het rechte pad. En hoe langer dat die wandelingen werden, hè, dat pad, dat bleef recht, hè. Ja, dat had ons moeder ook gezegd, hè. Denk erom, jongen, dat je op het rechte pad blijft, hè. Ja, en zo heb ik nog eens gezegd van bed, als ze nou eens een keer zullen verdwalen. Ja, dat is een schok, hè. Ik zei, ja, maar ik hoef niet bang te zijn, hoor, want ik weet hier overal de weg. Dus Bets en ik, wij hebben elkaar heel laat leren kennen. En wij zijn ook heel laat getrouwd. S'avonds om 10 uur. Een dag voor het huwelijk ben ik nog een keer gaan stappen met mijn broer. Ik had mijn broer op mijn rug gebonden. En ik kom s'avonds bij het café buiten. Staat daar een wijkagent. Het was maar goed dat het een wijkagent was, want hij kon me nog maar net ontwijken. En ik wou in mijn auto stappen, maar dat moest niet, want ik moest eerst blazen. Ja, daar had ik geen zin in. En toen zit hij in gauw, vlug blazen, want anders doe ik het zelf en dan ben je zeker de lul. Ja, ik moest, ja, het zat goed fout, dus ik moest die bus mee binnen. En toen vroeg hij aan mij, geboren? Ik zeg, volgens mij wel. En wanneer zit die? Ik zeg, ja, ik zeg, het was nogal een zware bevalling voor mijn moeder. Dus als we het verleden nou eens laten rusten. Welk jaar zit die? Ik zeg, nou, volgens mij was het dit najaar. En geslacht. Ik denk, nou,
die is op een stuk spek uit, hé. En dan vraagt hij niet of ik geslacht heb. Dus ik zeg, nee, hé, wat jou niet. Nou, in ieder geval, ik mocht op een gegeven moment weer gaan, dan hebben we een taxi naar huis genomen. En nou is het zo, mensen, ik lust heel graag borreltjes, hè. En als ik 10 borreltjes op heb, dan ben ik een heel andere mens, hè. En als ik dan nog eens 10 borreltjes op heb, is die mens ook weer een andere mens, hè. Ja, op een gegeven moment wist ik dus niet meer wie ik was, hè. Ik had jenever gedronken uit een houten vat. Nou mensen, ik had een andere dag toch een houten kop, hé. Ik wist van niks, hé. Maar voordat we gingen trouwen, zei het beste tegen mij, de eerste, de beste keer dat jij mij bedriegt bij een andere, vermoord ik jou. Ik zeg, en de tweede keer? Ja, het beste, die was ook niet meer zo jong en zat nogal wel last van echte ogen en slaaghielen. En wij konden geen kinderen krijgen. We pakten dat toch niet helemaal goed aan, hè. Dus daar zijn wij mee naar de dokter gegaan, naar zo'n gynaecoloog. En hij legde het uit, maar het pakte niet, hè. Hij zei, weet je wat, hij zei, dat is eigenlijk het is één keer voor doen. Dus hij gaat mee als bed op bed liggen eraf. En hij mee als bed zonder gang, hè. Nou, was hij even later klaar, dan zegt hij, nou, en zo moet dat 3 keer per week gebeuren. Ik zeg, oh, ik zeg, en moet ik daar dan iedere keer van meekomen? Ons bed en ik zijn ook op huwelijksreis geweest, hè, naar Israël. Zaten we in het vliegtuig en ons bed zat uit het raam te kijken en toen zegt ze, God, kijk die mensen daar beneden, daar lijken wel meer zeikers. Ik zeg, dat zijn het ook, want we staan nog aan de grond. Voordat we opstegen, kwam er nog een extra paspoortcontrole. En toen kwam er een vent naar mij toe. En die deed ze niet aan, zo open en hij zei, FBI. Ik zeg, zeg je nou? Ja, ik weet nergens niet van, hè. Nou, en toen waren we opgestegen. Ja, ik zit er ook wel op tegen, hoor. Net als Remco Raad zei, hé, over Max had, dat wij dat nog niet in de gaten hadden. Op tijd stoppen, hè. We waren opgestegen en toen hoorde ik via de intercom in dat vliegtuig, hoorde ik die piloot tegen zijn co-piloot zeggen, zo, nou ga ik eerst eens even lekker schijten. En als ik dat gedaan heb, als ik daarmee klaar ben, dan ga ik eerst die blonde stewardess eens een lekkere beurt geven. Toen hoorde ik van achteren uit het vliegtuig, hoorde ik iemand aankomen rennen en dat was die stewardess, hé. En die struikelt naast mijn stoel, hé, plat op haar buik. Ik zeg, hé, doe maar rustig aan, juffrouw, hij moet toch eerst nog schijten. Ja, we zijn in Israël ook aan de klaagmuur geweest. Van de klaagmuur. Er stond een vent naast mij en die vroeg naar mij, hoe gaat het? Ik zeg, hé, ik mag niet klagen. Nou waren er 2 vrouwen uit ons gezelschap, die kregen ruzie met elkaar. Die begonnen te vechten, hé. Dus ik spring ertussen, want ja, ik weet thuis ook hoe dat met koeien om moet gaan. God, en toen kreeg ik van een van die vrouwen toch een uppercut op mijn stoel, hé. Ik dacht dat ik een klap in mijn gezicht kreeg. Nou, en ik voelde dat het ging, hé. En ik kom. Ja, en toen hebben ze mij weer een beetje opgelapt. En even later stond ik weer voor die klaagmuur. En toen vroeg diezelfde vent aan mij, hoe gaat het? Ik zeg, hé, ik mag niet klagen. Ja, ik heb nog liever een pony van mijn ogen dan een ex van mijn kop, hoor. Maar we hebben ook wel eens crisis in de huwelijk gehad, mensen. Toen heb ik toch dikwijls gedacht, och, was ik maar bij moeder thuis gebleven. En de crisis begon toen ons bed een bril aanschafte. Bestaat de show die vroeg al aan mij, is het die crisis begonnen toen zij voor het eerst een bril op had? Ik zeg, nee,
De crisis is begonnen toen ze mij voor het eerst zag, Jurgen Bril. Ja, ik heb dikwijls gedacht, ben ik nou zo'n zak dat ik met haar getrouwd ben? Of is zij met mij getrouwd omdat ik zo'n zak ben? Ik zeg tegen haar, je kunt zeggen wat je wilt, maar ik ben wel de baas in huis. Hè. Kijk maar eens naar dat naambordje buiten, naast de deur. Daar staat wel mijn naam op. Ze zegt, ja, maar dat is wel buiten. Ja, ik zeg, Bert, als we nou de lotto eens zouden winnen, wat zouden we dan doen? Ze zegt, dan zou ik van jou scheiden. Dan zou ik de 11 nemen en van jou gaan scheiden. Ik zeg, dat is mooi dan. Ik zeg, we hebben 24 euro gewonnen. Hier red ik het 12 euro en daar is het weer. Ja, trouwen kost geld. Scheiden kost ook geld, hè. Maar daar hebben we wel langer plezier van, hè. Ah, kijk, niemand is perfect. En daar is ons Bets het perfecte voorbeeld van, hè. En omdat wij geen kinderen konden krijgen, hebben we maar een ezel aangeschaft. Ze zei, als er dan met jou iets gebeurt, dan kan ik nog dagelijks met iemand knuffelen die op jou lijkt. Sindsdien, hè, echt waar, sindsdien, kent de gezelligheid bij ons thuis geen grenzen meer, hoor. Of geen tijd. We hebben ook alle klokken van een uur afgehaald, hè. En op een gegeven moment wou ze met alle geweld gaan fietsen. Alle geweld, nou en wij fietsen en ze deed niet dan bellen. Ik zei, wat doe je dan allemaal bellen? Met. Ze zei, ja, mijn gsm is kapot en dan kan ik toch mobiel bellen. Zo kwamen wij voorbij de Christeria Vissers van de asperges, hè. Nou ja, Bert, die wou wel heren een maaltje een asperges hebben, dus wij stoppen daar. En Ria, die trekt daar een asperge uit de grond, hè. En toen zegt ze, kijk, die lijkt nou precies op de dier van Christus. Ik zeg, ook zo groot. Nee, ze is ook zo vuil. Ons Bert is ook op rijles gegaan in die tijd. Bij ons schetters. En de eerste keer dat ze op een rijles ging, had ze een helm opgezet. En toen zei Jos, ja, maar als je in een auto zit, dan hoef je geen helm op te zetten, hoor. Maar de tweede keer dat hij haar kwam halen, had hij zelf ook een helm op. Maar rijden kan ons Bets wel, hoor. Die kan echt wel rijden. Ze heeft les nog geprobeerd om er de spookrijder in te halen. Wie kerstmis zie ik vorig jaar? Het is gezellig met kerstmis, hè. Ik zeg, volgens mijn Bets, valt kerstmis volgend jaar op vrijdag. Ze zei, als het dan maar niet op vrijdag de 13e is. Vorig jaar heb ik nog wel meegemaakt, mensen. Toen ben ik naar de veemarkt gegaan, de veemarkt. En ja, ik dan ontmoet ook aan mijn collega's. En daar kwam ik een collega tegen. Hij zei, ik heb een kip, zegt hij. En als die een ei legt, die legt een ei in een doske en dan stapelen die doskes allemaal op. Dat is knap. Toen zei de andere, hij zei, en ik heb een koe, die melk draait je en die doet dan de melk weer onder straat zetten. Dat is knap. Zeg maar nou even wat anders. Ik heb thuis een verkje. Die doet bij mij een hele thuis zo mee. En daar ben ik nog mee getrouwd ook. In ieder geval, ik rijd s'avonds naar huis, door de polder. En ik rijd 4 lekke baanden. Het lag nog gezaaid met spijkers. In Hulde van Oud weten we niet meer wat spijkers zijn, maar daar lagen er zat. Dus, ja, ik zat wel vast. En regenen dat het deed, regenen. En nou is zo, als het regent, dan ben ik altijd wel blij. Dat klinkt gek. Ja, als ik niet blij ben, regent het ook. Dus dan kan ik net zo goed blij zijn. Hè? Dus ik ga naar de eerste, de beste boerderij daar. En ik kijk door het keukenraam naar binnen. En dan zie ik daar een vrouw aan tafel zitten, de boerin, en die heeft geen borst bloot. En die zit met een wekker in de hand. En tegenover haar, aan de andere kant van de tafel, daar staat een boer. En die legt zijn piemel op tafel. En die had een paraplu in zijn handen. Dus ik denk, wegwezen hier, al dat bloot, dan moet ik allemaal niks van hebben, jong.
Toen ben ik naar de volgende boerderij gelopen. Dat is een kerstboerderij. En daar mocht ik binnenkomen en ik vertel dat zo, hè, wat ik gezien heb. En toen zegt die boer, hij zegt, oh, maar dat is niks bijzonders hoor. Die twee die zijn allebei doofstom. Zij zegt tegen hem, het is tijd om de koeien te gaan melken. En toen zei hij, dikke lul, het regent. Ja, het is een heel verhaal, maar ja. In ieder geval, ik mocht daar blijven. Ik mocht dan mee blijven eten en blijven slapen. Nou, heel die keuken lag voor met geitenkees. Ik zeg, dan wou ik wel wat van hebben. Dan zegt die boer, je kunt eten wat je wilt, maar van de kees blijft ze af. Dat is mijn broodwinning en dan mag je gewoon niet aankomen, zegt hij. Dus nou, dan heb ik wat anders gegeten en s'avonds ben ik gelijk met hun naar bed gegaan. En omdat ze geen logeerbed hadden, mocht ik bij hun in bed en de boerin die kwam tussenin liggen. Hè. Toen zit die boer op een gegeven moment. Hij zei, verdorie, ik denk dat ik het hek van de geitenkooi heb open laten staan. Dus hij naar buiten, komt die boer in. Die komt tegen mij aanleggen met de been over mij heen. Ze zei, nou jongen, doe de best, hè. Ga doe gang. Ja, maar trek, als jouw boer direct terugkomt, jouw vent. Ze zei, ja, die blijft nog wel een uur weg. Dat gebeurt wel eens meer dat het hek blijft open staan. Dus de tegenaan, he, laat we zien wat je weer bent. He. Geef de power, hè. Nou mensen, ik ben dat bed uitgesprongen, hè. En ik heb beneden in de keuken toch kaas zitten eten, hè. Ja, over eten gesproken. Ik ben nog eens een keer bij de nippel aangereden, met je vrouw. Na het fietsen. En ik had friet met biefstuk besteld. Maar die biefstuk was koud, dus ik roep er een nippel bij. Ik kreeg die biefstuk is koud nippel. Hij zei, ja, dat klopt, dat biefstuk van gisteren. Ik zei, ja, maar ik wil biefstuk van vandaag. Hij zei, dan moet er morgen terugkomen. Ja, maar ik zeg, deze biefstuk hoef ik dus niet, dus ik ga van man hem. Ik zeg, Izo, stop er maar in een wachtenwerk. Hij zei, dat gaat niet, want er zitten al drie schnitzels in. Dan had ik bij mij achter op de werf, op het erf, met een koei bezig en een stier. En de stier, die moest op die koei. Maar die koei die ging iedere keer op de kont zitten. Hè. Komt daar Kees Keizer voorbij fietsen. En die ziet dat zo aan. Toen zegt hij, die koei die komt zeker uit Zeeland. Ik zei, ja, zo. Hij zei, daar komt mijn vrouw ook vandaan. Trouwens, half vergoed. Hebben jullie Hans van Gogh laten zien? Je ziet er goed uit, hè? Ja, dat is allemaal niet vanzelf gegaan. En nou staat Hans op streng dieet. Heel streng dieet. Het is zelfs zo erg dat hij daar geen letters mee mag lezen die vet gedrukt staan. Ja, en nou een ander hoofdstuk, hè? De zaken die gaan stoppen, hè? Ja, op het eind van het jaar, dan stoppen ze mee. Dan geven ze de pijp aan Maarten. Ja, ik zeg al. Het is niet open dat ze die pijp aan Maarten goed moet geven. Want dan krijg je dus wel een hele rare pijp, hè. In ieder geval, ja, Sagers, wat blijft er nog open, hè. Ja, de boshuilen blijven open, hè. Ik ben eens een keer naar de repetitie gaan kijken bij de boshuilen. En toen vroeg ik aan Jan op, Jan, hoe dik repeteren de boshuilen nou? Hij zei, ja, één keer. Ja, ja. Ik dacht dat ik dat al gehoord had. Daar zit, ik wil eigenlijk geen namen noemen hoor, maar wil Gramers, hé. Vroeger een goede voetballer en technisch, hé, en snel. Maar die is op zijn bariton nog 10 keer zo snel, hé. Nog sneller, hé. Die blaast alles al op rijden. Alles 2 keer zo snel als de rest, hé. Dus hij is daar klaar met zijn nummer. Als de rest nog maar halverwege is. Wil gewoon elkaar die al in de pauze naar huis, hè? Ze hebben een nieuwe bij, Wimke Vergerp. Wimke. Toen hij trompetles ging nemen, toen zei ze, nou Wim, je moet goed je best doen, jongen, dan zullen we het nog verschuppen. Nou, jarenlang is hij niet verder gekomen dan de Flamingo Bar, en nu zit hij toch wel in de bekken, hè? Zo ver is hij toch aangeschupt, hè?
Ja, Kees de Vries, dat maakt het, die maakt het natuurlijk ook niet overslaan, hè. Kees, die hebben ze ooit willen laten beginnen met een schuiftrombone. Maar toen Kees die schuiftrombone in zijn handen kreeg, ging hij er bovenop staan. Hij dacht dat het een schuifladder was. Toen hebben ze maar aan de trom gezet en dat gaat nogal redelijk goed, heb ik begrepen. Maar ja, hij staat wel geren in de schijnwerpers, hè, Kees, hè. Maar tijdens een carnaval had je een lampenkapje op zijn kop, hè. Ja, het is goed dat ze er zijn. En ik heb begrepen dat, dat de harmonie en de boshouding ook weer jeugd aantrekt. Dat is allemaal heel positief. Ik moet er onderaan doen van de mensen, want de vrouw die heeft weer heel veel last met de rechterogen. Zit met de benen omhoog. Ik moet de ezel nog uitlaten. Ja, en om die reden ben ik afgelopen zaterdag nog naar de slager geweest. Met Jan van Kuik in Babel. Dan ben ik voor een hele week vlees in gaan slaan. Althans, dat was de bedoeling. Ik zeg tegen Janne, Jan, geef mij eens een kilo speklappen. Niet te vet, niet te mager, maar het liefst er net tussenin. Nou, even later, ik zeg, Jan, doe er ook nog maar een pond verse worst bij. Niet te vet, niet te mager, maar het liefst net ertussenin. Nou, laat die zo klaar liggen. Ik zeg, en doet er dan ook nog maar 1,5 pond kasselde rib aan, Jan. Niet te vet, niet te mager. Als het kan, liefst net ertussenin. En toen zegt die haas, kom dan ga je eens even achter de toon maken. Hij zei, ik zou jou niet tegen uw linkerschenen aan willen schuppen. Hij zei, ik zou jou niet tegen uw rechterschenen aan willen schuppen. Maar het liefst net ertussenin. Mensen, ik wens jullie nog een fijne avond. En als we elkaar met carnaval tegenkomen, nou ja, goed, dan komen we met elkaar tegen, hè. Houdoe! Willy van der Wijngaard. Dames en heren, het programma geeft aan dat het pauze is. Degenen die meegedaan hebben met de loterij, die kunnen bij de bar hun prijs ophalen. En de prijzen worden dit jaar gesponsord door Chris en Ria Vissers.